Ah, ik ben zo blij met deze nieuwe Pokémon, jongens. Yo, Rickatje Army. Leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Wil jij ook bij de Rickatje Army? Druk even op die subscribe knop. En dan gaan we snel verder met Pokémon Let's Go. Nee, natuurlijk niet Pokémon Let's Go. Let's go, we gaan verder met Pokémon Sword and Shield. Dat wou ik zeggen. En we hebben gelijk onze eerste battle hier. Volgens mij krijgen we hier een duo battle, jongens. Ja, dit ziet eruit als een duo battle. Interview is Gilly en Cam. En die gooit een Helioptile en een Klink. Yes! Helioptile zit in de game, jongens. Niet dat ik hem mag gebruiken in deze playthrough. Maar ik vind Helioptile een supercoole Pokémon. En ik ben blij dat je hier in de game zit. Laten we starten met Inconfusion op Helioptile. Want Helioptile is gevaarlijk tegen mijn Chewtool natuurlijk. We moeten eerst Helioptile even nakken, jongens. Let's go. Ja, die doet een Thundershock. Oh, hij doet een Thundershock op de verkeerde. Hij doet hem op Dottler. Lekker handig, Helioptile. Hoppa, meer dan de helft van zijn HP is weg. En een Confusion op zijn bakkes. Oh, hij overleeft het nog. Ah, nee, hij overleeft het gewoon. Oh, Charge Beam. Auw, ja. Oké, Klink doet ook vervelend. Man, heb ik weer precies de verkeerde Pokémon gekozen natuurlijk. Oh, nee, Helioptile, nee. Oh, Thundershock op... Ja. De vraag van de dag is, welke Pokémon mag er uit mijn team, jongens? Welke Pokémon vinden jullie eigenlijk slecht of niet leuk? Welke moet er uit mijn team? Ja, vinden jullie Twacky gewoon stom? Ik kan me niet voorstellen dat jullie zeggen dat Twacky uit mijn team moet. Is het Karkul die nu een leveltje omhoog gaat? Dottler, Galarian, Zigzagoon, Yamper of toch Chewtle? Wie moet er als eerste uit mijn team als we een nieuwe Pokémon gaan kiezen? Of ja, kiezen, vangen. Go Karkul! Doe een Flame Charge op die Klink. Hoppakee, lekker. Zo zie ik het graag. Lekker bezig, Karkul. Nice, Confusion eroverheen. Is het dan gelijk klaar met Klink? Oh nee. It is not very effective. Ja, die Charge Beam is ook not very effective, gelukkig. Of nou ja, hij is niet super effective in ieder geval. Dat komt omdat we een duo-type zijn natuurlijk. Maar het is sowieso klaar met die Klink. Hoppa, dikke doei. Dag, Klinky. Dat vind ik echt een stomme Pokémon trouwens, Klink. Die vind ik echt nergens op slaan. Dottler gaat een leveltje omhoog en we hebben ze verslagen. Zo, ik heb even mijn Pokémon geheeld in de Pokécenter. Oeh, wat zien we hier? Wobbuffet, Stuffles. Nice. Nice. Maar ik ga eerst even kijken wat er hier is. Shed Shell. Oké, lachen. Maar ja, deze Pokémon mag ik wel tegen battelen. Maar ga ik niet tegen vechten. En ook tegen deze Dewpider mag ik wel vechten. Maar ja, ik mag ze niet met team doen. Want we doen alleen Galar Original Pokémon. Of als ze naar een Galarian Form evolueren. Als we dat weten, dan zouden we die ook kunnen pakken. Dat mag dan wel. Maar deze Dewpider, ja, dat gaat hem niet worden. Dewpider. Stop it. Oké, laat maar. Laat maar, ik wil niet eens tegen jou vechten. Nou, die Stuffle komt achter me aanrennen. Nee, nee, ik wil je niet battelen. Je ziet er wel super schattig uit, maar... Arme Stuffle. We gaan eens even kijken wat hier beneden allemaal is. We zien daar een Swirlix, volgens mij. Het is Swirlix, toch? Of is het Slurpuff? Nee, het is een Swirlix, inderdaad. Zijn hier nieuwe Galarian Pokémon, jongens? Of lopen hier alleen maar Stuffeltjes? En Swirlixjes? Oké, dan wel even berries verzamelen. Hopelijk. Oké. Er zijn nu 6 berries op de grond. Ik neem hier genoegen mee. Ik heb even Galarian Zigzagoon op de eerste plek gezet om te kijken of die ook even een battletje kan gaan doen. Een battletje tegen de Cook Steward. En die gooit er een apple in uit. Dat is gewoon een appel-Pokémon. Wauw. Een appel met ogen. Het is wel geinig. Eerlijk. Het is wel geinig bedacht. Maar het is wel een beetje categorie Voltorb. Categorietje, ja, Klink. Eigenlijk ook wel een beetje. Hij doet me niet zo heel veel. Al vind ik het op zich nog wel een geinig designtje. Oké, hij is ondertussen volgens mij zijn defense aan het boosten. In dat geval ga ik even switchen naar Twacky. Die is toch wel al wat sterker dan Zigzagoon. Maar om even terug te komen op de vraag van de dag. Ik vind het een hele moeilijke vraag. Want ik vind eigenlijk alle Pokémon die ik nu in mijn team heb best wel nice. Kijk, die appel verdedigen, jongen. Kijk hem verdedigen. Hij zit alleen maar te verdedigen. Oké, wacht. Dit is een klusje voor Karkul, jongens. Die moet er even wat vlammetjes opgooien op die appel. Die moet even een appel gaan verbranden. Go, Karkul. Pak hem met je Flame Charge. Oh, dit doet zo weinig damage. Is het geen gras- of bug-type Pokémon? Welk type is dit? Is dit een normal type of zo? Ik denk dat vuur gaat sowieso die appel verbranden, maar nee. Dan gaan we even Smackdown proberen. Een rock aanval. Ook niet. Niks werkt tegen deze appel. Dit is veel te lang. We krijgen deze appel gewoon niet meer neer, joh. Deze appel doet gewoon metapod dingen, joh. Die is alleen maar zichzelf aan het verdedigen. Nu begint hij een beetje aan te vallen, maar ja, dat schiet ook niet op. Echt een uur later gewoon hebben we dit klaar. Maar ik kom zo weer terug. Als het klaar is, dan horen jullie me weer. 1 hour later. 3 hours later. 2000 years later. Is het al klaar? Nee joh. Voor dit kleine stukje HP moet ik hem gewoon nog 2 keer flame chargen. Verder? Oh nee, oké, het is klaar. Het is klaar. We hebben de appel verslagen.
Pokémon en de legende van de appel. Oké. En wat loopt hier nog meer rond? Ja, ik zie echt alleen maar Swirlixjes en Stuffeltjes. Iemand is zich hier aan het verstoppen. Wat is het? Het is een, ja, een drottel. Ik noem hem elke keer drottel. Waarom noem ik hem drottel? We kunnen Snarl en Lick doen, wat super effectief is allebei. Maar ja, zijn allebei zwakke aanvallen eigenlijk. Hij doet Confusion. Maar dat heeft lekker geen effect op mij. Pak hem! Snarl hem! Oef, bijna. Ja, Dottler kan alleen maar verdedigen blijkbaar. Zijn aanvallen werken niet op mij. Lekker bezig hoor. Goed gedaan, Zigzagoonie. Hoppakee. Jemper gaat een level omhoog en Zigzagoon gaat een level omhoog. Super chill. Ja, Zigzagoon gaat nog niet evolueren helaas. Ik had een klein beetje gehoopt dat hij misschien zou gaan evolueren. Ik ga eens even vissen, jongens. Even kijken of we hier een Galarian water Pokémon kunnen vinden. Wat komt eruit? Zeker Magikarp. Ja. Het is weer good old Magikarp. Altijd weer die Magikarps. Magikarp is nog sneller ook dan mijn Zigzagoon? Hoe dan? Dat meen je niet. Hoe kan jij sneller zijn dan mijn Zigzagoon, man? Dat is toch onmogelijk? Je ligt alleen maar te spartelen daar. Nou, je bent wel super gestrest. Hij ziet er echt niet goed uit. Hij ziet er echt wel een beetje gestrest uit. Ja, oké, ik snap wel dat hij sneller is. Dit is het einde van Magikarp, jongens. Dwacky gaat naar level 21, dankzij Magikarp. Oké, volgende battle. Pokémon breeder Deborah gooit een Minchino. Wie van jullie heeft ooit wel eens Minchino in zijn team gehad? Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik bedoel, het is een schattige Pokémon. Maar is die niet gewoon een beetje useless of zo? Ik bedoel, normal typey en zo. En volgens mij vooral veel normal type attackies ook. Oh, worden we verliefd. Oh, we worden verliefd in Minchino. Dan gaat Minchino me ook nog kietelen. Nou. Oh, we zijn immobilized by love. Oh, we kunnen hem niet meer slaan. Oké, misschien toch niet zo nutteloos als dat ik van tevoren dacht. Oké, Karkel. Nee, stop nou met kietelen, Minchino. Pak hem, flame charge hem. Oh nee. Niet een potion gebruiken. Laat me je Minchino gewoon verslaan. Doe niet zo moeilijk. Go, Karkel. Flame charge hem. Ja, nice. Oké. Nou, dat ging toch iets moeizamer dan dat ik verwacht had. Ik dacht niet dat het zo moeilijk zou gaan. Ik dacht dat ik gewoon twee klappen Minchino al verslagen zou hebben. Maar oké. Dan nu tegen Steenie. Steenie vind ik een leuke Pokémon. Maar sorry Steenie, ook voor jou heb ik een Flame Charge in petto met mijn Torkoal. Oh, Steenie. Oh, rustig. Het is wel echt dat ik keihard generfd word door al deze Pokémon. Karkel gaat trouwens bijna naar level 20. Go! Ja, dit is hem. Dit is hem. Lekker! Het was hem waar genoegen om je in deze game te zien. Ik ben blij dat je in deze game zit. Oeh! Ancient Power wil die leren. En dat mag zeker wel in plaats van Tackle. Nice! Op level 20 lid Karkel. Ancient Power. Supergoeie aanval. Kan namelijk al je stats ook boosten als het mee zit. Dus dat is super tof. En dan moeten we nog even deze trainer verslaan. Hallo mevrouw T. Mijn partner Pokémon groeit in een hele grappige manier. Kijk maar eens. Ik zie dat je sowieso volgens mij een healball hebt daar. Wat is er met je staffel aan de hand dan? Wat is er zo bijzonder aan je staffel? Ik zie niet direct iets bijzonders aan deze staffel, maar misschien kunnen wij het gewoon niet zien? Ik ga eens even pin missile proberen. Als we nou gewoon 5 keer raken, dan doet dat wel lekker veel damage. Als we hem 2 keer raken, dan schiet het niet op. Ja, lekker. 3. Ja, kom maar. 4. Ah, 3 keer. Denk dat ik even ga wisselen naar Twacky. Ha, daar is die weer, de apenbaas. Zit me niet te swingen, man. Zit me niet zo brutal te swingen, joh. Razorleaf. Oké, daar ging Staffel. Wat is er precies zo bijzonder aan je Staffel dan? Ik heb gewoon een beetje medelijden van... Zij zegt, mijn Staffel is super bijzonder terwijl ik hem liet opgroeien. En eindstand is het gewoon eigenlijk 1 klap van Twacky en dan is het klaar. Of doe jij op deze Ralts? Jongens, Ralts zit in de game. Dat is super nice. Ik denk dat heel veel mensen er blij mee zijn dat Ralts in de game zit. Ralts is toch wel een soort van fan-favorite Pokémon, hè. Net als dat jullie al hebben gezien dat Charizard erin zit. Kijk, de Ralts en zijn evolutions, die is ook gewoon super populair. Dus ik ben blij voor jullie dat Ralts in de game zit, jongens. Blij voor elke fan. Oh, je hebt nog een Cutiefly ook. Je hebt wel veel Pokémon, man. Maar wat is er nou zo bijzonder aan je Pokémon dan? Ik snap het niet. Leg het me nou eens even uit. Je zegt net, je Pokémon zijn heel bijzonder. Ik heb ze heel bijzonder opgevoed, maar wat is er dan? Ze zijn niet shiny, ze zijn niet super bijzonder. Ik snap er niks van. Ik sloop ze en dan zeggen we elkaar vaarwel en dan blijft het voor altijd een mysterie waarom jouw Pokémon nou zo bijzonder zijn. Sorry. Ook je Cutiefly is neer. Hoppakee, Zigzagoon. Al naar level 19 dankzij dit rondje battles. En dan hebben we Adrian verslagen. Pokémon zijn levende wezens. Je kan ze niet altijd opvoeden hoe je wil. Ik snap niks van deze guy. Dan gaan we eens eventjes kijken wat dit voor een leuk gebouwtje is. Het is een nieuw gezicht. Ik ben de Pokémon zuster. Oh, wij zorgen voor andermans Pokémon hier. Ah, ja hoor. Hier kan je breeden. Ik hoef niet per se een Pokémon achter te laten, denk ik. Maar ik ga wel even met
met iedereen praten hier zo. Hallo. Het is een toksel, een echte toksel. Ik vond het in een ei. En ik droeg het altijd bij me. En daar kwam een toksel uit zo. Maar die toksel is wel vet. Yo, we mogen toksel gaan opvoeden. Yo, we hebben gewoon een tokseltje gekregen. Oh, dat is zo'n leuke Pokémon. Kijk hoe cute die is. Super paars wezentje met een soort van bliksemschicht op zijn voorhoofd. Hij is electric en poison. Dit is een combinatie van types. Hier hou ik van. Ik hou van elektrisch. Ik hou van poison. Deze gaat sowieso in mijn team. En dan moet Jamper weg. Ah, potverdorie. Ik vond Jamper ook super leuk. Maar ik wil maar één elektrisch Pokémon in mijn team. En dan moet ik eerlijk zeggen, dan vind ik die Toxel toch wel een stukje toffer dan die Jamper. Nou, super cute. We krijgen nog iets van die mevrouw. XP Candies XS. Zal ik die gelijk eens even aan die Toxel geven? Even kijken hoor. Ik heb er nu 10. Want Toxel is nog maar level 1. Het is toch een baby Toxel. Ik geef 10 candies. Hoppakee. En hij is level 12. Ik geef ook even deze XP Candy S. Oké, daarmee. Ja, ja. Kijk, hoppa. Gelijk naar level 14. Maar hij heeft nog geen nieuwe aanvallen geleerd. Hier kan je informatie krijgen hoe je je Pokémon eieren kan krijgen. Dus ga dat vooral even lezen als je dat niet weet. Maar we hebben gewoon een Toxel. Ah, ik ben zo blij met deze nieuwe Pokémon, jongens. Oh jee, het ziet er nou uit dat we weer met Team Yell moeten gaan afrekenen. Ja hoor, die staan weer daar te viben, te flexen, te... Nou, niet echt te chillen, maar te bouncen, te rocken. Geef het een woord. Ze zijn in ieder geval helemaal weer van het padje af. Ze willen mijn fiets stelen. Spring maar achterop bij mij. Achterop mijn fiets. En we zijn nu in Kalaar en voor de rest boeit het helemaal niets. Maar spring maar achterop bij mij. We gaan samen weg. En we maken Team Yell kapot. Hebben zij wel even pech. Team Yell grunt. Kom dan. Kom dan. Oh. Oh, we gaan... Oké. Okay. Dit is niet handig, jongens. Dat had ik kunnen weten. Zigzagoon. Tegen Zigzagoon. Pin missile is wel super effective. Dus dat is wat ik ga doen. Op de enemy Zigzagoon. Kabliggy blam. Als ze hem 4 keer raken, hebben we hem 1 keer verslagen, denk ik. Kom op, Zigzagoonie. 3. Nog een keertje. Nog een keertje. Nog een keer. Ja. Nee. Ah. 3 keer. Dat is jammer. Enemy Zigzagoon doet snarl. En dat boeit helemaal niks. Want dat is maar 4 HP eraf. En we missen onze aanval. Nee. Kom op, Zigzagoonie. Pak hem. Pin missile nog een keer. En dan is het klaar. Lekker gedaan, jongen. Tevil. Wat is een Tevil? Ik ga even wisselen. Ik gooi even mijn sterkste Pokémon erin. Namelijk Twacky. Dat is gewoon die vos geëvolueerd. Super cool. Hij is wel tof geworden. Hij heeft echt zo'n dubbele snor of zo, lijkt het wel. Oh, maar hij is nog steeds niet heel goed, zo lijkt het. Ik had het idee al dat dit niet een hele, hele sterke Pokémon was. Het vosje is wel leuk. Hij ziet er wel gaaf uit. En nou ja, hij evolueert toch echt wel in een toffe, grotere vos. Ja, ik vind het design wel tof van deze Pokémon. Maar volgens mij is het inderdaad gewoon niet zo heel goed. Zo, maar we krijgen het wel lekker XP voor. Bijna iedereen gaat een leveltje omhoog. Ook Toxel gaat weer een level omhoog. Oh, en dan is het klaar met Team Yell Grunt. Maar ik denk dat we tegen nog een Grunt moeten vechten. Want een Team Yell Grunt komt nooit alleen. Die komen altijd met z'n tweeën. Zie je? Hij zegt, ik wil die fiets. Sta me niet in de weg. Sableye. Oké. Vet. Ja, dat vind ik ook een hele gave Pokémon. Kijk hoor, welk type was Sableye ook alweer? Is dit goed? Is dit... Oké, het is niet super effective, maar Snarl... Ja, oké. Oh nee. Hij doet disable. No. Ik weet het type niet meer, jongens. Ik ga Pin Missile proberen. Even kijken of het super effective is. Nou, het is niet super effective. Het doet niet super veel damage. Ik raak hem ook maar 2 keer. Ja, Sableye is ook gewoon prima Pokémon natuurlijk. Daar moet je echt niet op verkijken. Laten we toch maar even wisselen weer, jongens. Ik heb er wel zin in dat Zigzagoon gaat evolueren. Want die Galarian vorm waarin die evolueert, die heb ik gezien. Die is ook echt super nice. Ik weet niet wanneer dat is. Dat gaan we vanzelf al zien. Ik denk dat we goed op weg zijn. Maar hij heeft zelfs nog een extra evolutie in Pokémon Sword en Shield. En dat is echt heel nice. Maar daar zijn we nu nog lang niet. Want hij is nu gewoon nog een kleine little Zigzagoon. Hoppa, Sableye is down. Ik ben ook benieuwd op welk level Toxel gaat evolueren, jongens. Want het is nu echt nog een kleine baby Pokémon. Hij leert ook geen aanvallen. Volgens mij kan die nog niet zo heel veel. Ja, dit was niet het laatste wat we hebben gedaan. Wij zorgen ervoor dat je bij onze vrouw uit de buurt blijft. Ja, ze zijn natuurlijk fan van Marnie, hè. En ze doen alles om Marnie te beschermen en aan te moedigen. Ik vind het wel een geinig teampie, de Team Yell. Oh, nice, we krijgen een fiets van deze gast. En hij gaat het monteren op mijn Rotom device. Rotom kan alles, jongen. Hoppakee, we hebben de Rotom fiets te pakken. En door plus of min te drukken gaan we erop. Kijk dan. Hop. Ja, ja. Hier liggen natuurlijk allemaal veertjes op die brug. Dat is meestal op die bruggen. Hop.
Hoppakee, we kunnen nog sneller zelfs. Dat gebouw daar in de verte is Hammerlock Stadion. Daar ga je ook moeten battelen. Alright, ben benieuwd. Ziet er wel vet uit. Daar ben je, Rick. Ik waarschuw je. Als je iets dichterbij komt, gaan we een battle hebben. Oh, dan moet ik even een beetje healen. Voor Zigzagoon healen. En laat ik Twacky ook maar even healen. En weet je wat? Torkoal ook maar voor de zekerheid. Oh, kijk, Toxel kent wel wat aanvalletjes. Hij kent Acid en Nuzzle. Het zijn niet hele sterke aanvallen. Ja, maar zijn stats, kijk, zijn stats zijn echt super laag. 22 tot 16. Toxel kan ik nog niet gebruiken, jongens. Ik zou het graag willen, maar ik kan hem echt nog niet in gaan zetten voor deze battles. Maar wat een leuke Pokémon hebben we erbij in deze aflevering, zeg. Echt heel erg leuk. Ondertussen moeten we Hoppy weer gaan verslaan. Ja, Hoppy die wil echt op elke route zo'n beetje met ons battelen, volgens mij. Ik ben benieuwd of hij ooit één battle van ons gaat winnen. Ik denk het niet, om eerlijk te zijn, want hij heeft ook nu nog maar 3 Pokémon bij zich. Ja, hoe kan je nu nog steeds maar 3 Pokémon hebben, Hop? Nu moet je toch al lang 6 Pokémon hebben, man. Dat had al lang gekund, joh. Hij heeft in ieder geval nog steeds wel een Wooloo, die ik niet heb. Terwijl ik ook super graag een Wooloo wil. Maar ja, ik kom maar geen Wooloo tegen. En dat doen we ondertussen voor de tweede keer Snarl met onze Zigzagoon. Ah, dat is wel een basie, hoor. Dat is wel een klein basie, die Zigzagoon. En ik denk dat als we er nog één doen, dat we dan deze Wooloo wel down hebben. Oh, hij heeft echt nog 1 HP'tje over. Hij gaat lekker tackelen. Super grappig ook, hoe die dan naar je toe rolt. En je dan in zijn rol tackelt. Nee, nee, geen super potion. Hop, waarom moet je dit nou doen? Zo duurt die battle alleen nog maar langer, Hoppy. Kijk, ik heb nu alweer 2 keer Snarl gedaan. En je Wooloo is alweer bijna kapot, man. Ga je weer tackelen? Nee, je gaat growlen. Je Wooloo gaat kapot. Hij heeft weer maar 1 HP over. Gooit er nog even een laatste wanhoops tackle eruit. En dan is het wel klaar, jongen. Ik blijf hem gewoon doorsnarlen. Hoppa, je bent kapot gesnarled, Wooloo. Hoeveel XP geeft dit? 417 XP voor Zigzagoon, jongens. Dat is lekker. Nu krijg ik te maken met een Corviknight. Dat is volgens mij de voorevolutie van Corviknight. Dat zou ik normaal op laten lossen door een electric Pokémon, maar ik vertrouw nog niet toe aan Toxel. Dus dat gaan we laten doen door Karkoal. Die kan natuurlijk met zijn Ancient Power ook wel behoorlijk wat damage doen. Kijk hem. Oeh, hij is wel mooi. Hij begint met een Fury Attack. Oh, dat zijn van die aanvallen die doen bijna geen damage, maar ze duren wel heel lang. Net als Pin Miss. Het raakt me 3 keer en het heeft ook echt 3 HP damage gedaan. Dat heeft niet zo heel veel zin, Hoppy. Kijk, dat was super nice. Ancient Power boost gelijk echt al mijn stats. En dan kan ik het af gaan maken met een Flame Charge. Eerst krijgen we nog een pluk op onze bakkes. Ja, maar ja, jouw Corviknight kan mij gewoon niet zoveel damage doen, Hoppy. Ik kan er niks aan doen. Jij kan er ook niks aan doen. Maar dat is nou eenmaal hoe Pokémon werkt. Hoppakee, Chilton naar level 20. En dan krijgen we te maken met een Drizzle. En dit moet zijn evolutie zijn. Zijn evolutie van zijn starter Pokémon. En dit is mijn evolutie van mijn starter Pokémon. En die gaat jou Pokémon helemaal kapot maken, jongen. Daar komt die Drizzile. Ja, maar die ziet er vet uit. Oeh, misschien vind ik die Drizzile nog wat toffer dan mijn Thwacky. Die Drizzile vind ik heel nice. Ja, kijk hem, hij staat echt zo'n beetje zo arrogant met die ogen. Maar ja, we maken hem wel in één keer kapot. We konden maar heel erg kort genieten van die Drizzile, jongens. Bye bye, Drizzile. Aangenaam kennis te maken. En weer lekker veel XP erbij. Ik ben super benieuwd of Zigzagoon nu gaat evolueren. Want hij is nu op level 20 aangekomen. En Hop zegt, we hebben allebei een gras badge. Maar hoe komt het dat jij veel sterker bent. Trainen en zorgen dat je 6 Pokémon hebt. En ja hoor, hier gaat Galarian Zigzagoon evolueren. Daar gaat hij. Ik weet niet zo heel goed hoe die eruit kwam te zien. Maar, oké. Kijk die tong, jongen. Kijk die tong uit zijn bakjes hangen. Ja, deze ziet er vet evil en vet cool uit, jongen. What? Met zijn lange tong daagt hij tegenstanders uit. En als de tegenstander boos is, dan gaat hij helemaal los. En dan valt hij zijn tegenstander aan. Super cool. Hebben we gelijk ook Night Slash leren? Ja, dat wil ik zeker wel. Night Slash is een hele fijne move. Nice, dat is even een flinke upgrade zo, jongens. Hop zegt, ah, je bent sterk geworden. Maar ik moet nog harder gaan trainen om je te verslaan. Krijgen we een cadeautje? We krijgen een cadeautje. Een revive. Nou, dankjewel, vriend. We moeten nu naar Nessa, de gymleader van de watergym. En ik denk dat we daar zo'n beetje zijn bij aangekomen. Als we hier zo nog een klein stukje doorfietsen, denk ik zomaar dat we daar in die stad zijn aangekomen. Oh, wow. Eldegoss. Die mogen we vangen. Ga ik niet doen. Want die, ik weet niet, die vind ik niet zo tof. We moeten hier nog wat battles doen. Terwijl ik lekker op mijn fietsje aan het chillen ben. Ik heb nog 1 super potion. Zullen we Linoo nog even uit gaan testen, jongens? Laten we Linoo nog even uittesten in een battle. Let's go. Want ik ben toch wel heel erg benieuwd naar Linoo. Oh, tegen Croagunk. Dat is wel een echte test. Dus even kijken. Night Slash.
Ja, dat gaat lekker. Het is not very effective, maar hij gaat lekker. Krogan doet een mudslap. Ja, met mijn verdediging is het in orde nu, jongens. Ah, dit... Ja, ik ben blij. Ik ben blij met Linoon. Kijk hem gaan, jongen. Bam, headbutt er bovenop. En klaar. Afgelopen met Krogan. En jongens, volgens mij hebben we een hele goede keuze gemaakt door Galarian Zigzagoon in ons team te laten. En wil je weten hoe dit verder gaat? Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. En wil je mijn live zien gamen? Volg me dan op twitch.tv/rickettune. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!